Yo, kijkers van IMT, we gaan met een nieuwe aflevering van Super Meat Boy. We gaan eens even kijken wat we deze aflevering mee kunnen doen in The Rapture. Dus hier ben ik bij 12 van de 17. Oké, we krijgen een enorme zoutlawine achter ons aan. Soepa. Oh god, jezus. Ik had echt scheid worden. En de kabel van mijn controle zit een klein beetje in de weg. Ga de kantkabel. Oh, natuurlijk wel niet al stekker er half uit gaan trekken. Oké, het idee was leuk. Mijn uitvoering was ietsjes minder. No. Just do it. Just do it correctly. Volgens mij gaat hij echt zo vaak dood. Ik ga hier echt zo vaak dood. Let maar op. Wat zit hier achter eigenlijk nog? Niks dus. Oké, dan wil ik gewoon even weten. Daar ben ik even nieuwsgierig naar. Ik kan alleen niet bukken. Oké. Ik dacht ik wel kon bukken, maar nee dus. Hoppa. Nee, niet doodgaan. Kom op. Oeh, bijna. Weer bijna. Come on, ik weet dat ik het kan. Dus waarom doe ik het dan ook niet? Hallo, doe het. Doe eens wat je moet doen. Ik heb muis ook lekker in beeld staan. Ook zo super handig. Nou, doe het. Ik moet daar langs. Are you freaking kidding? Wacht op hem daar. Zodat dat blije mormel weg is. Ik ga even een andere map kiezen. Back to the map. Ik mag de drie overslaan, dus. Oh god. Weet ik al wat het is. Moet ik hier dus naar beneden? Zo'n idee had ik van deze. Volgens mij was het dan echt gewoon lucky zijn om naar de overkant te komen. Ik moet naar die kant toe, want... Oké, ik moet dus proberen hoog komen en dan... Dus niet dit. Ook niet zo. Dat kan ik dus net niet halen. Dat dus ook niet. Dus dan ga ik dus net te laag. Oké. Okay. Jump. Alleen ik jump niet altijd. Of mijn controle begint kapot te gaan of ik ben gewoon noob. Ik denk dat het eerste beste is. Gewoon echt noob ben. Ik ben gewoon echt noob. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al wel. Ik weet niet precies hoe die werkt, die dingetjes. Ik zie ook niet precies hoe ze eigenlijk moeten werken. Volgens mij echt moet ik van binnenuit naar buiten springen. Ah. Kijk, maar als ik vanaf hier spring. Oké. Hoe kun je recht bij die mob in de mond springen? Aan die kant doet hij namelijk niks. En vanaf zo doet hij namelijk dus wel iets. Oh, zo moet hij. Found it. I knew there was something that I missed. Waarschijnlijk moet ik dus vanaf hier. Nee, kijk, dan ga ik dus gewoon te hard. Wanneer ik te hard ga, dan werkt die dus niet. Nou, bijna. Als ik ook iets lager ben aan deze muur, en dan kan ik het precies net niet halen. Maar als ik dit doe. Hè?
Gaat net zo weer zo'n level worden als de vorige keer zeker. Ik ga terug naar de map. Ik ga een oudere level proberen. Dus ik wil er even één halen. Zo. Hoe ging deze? Oh, dat was deze lastige. Ik ga gewoon even kijken hoe deze dingen eigenlijk werken. Deze natuurlijk, deze is veel krachtiger. Oké. Okay. Dus moet ik even zo doen. Waarom lukte met deze de vorige keer eigenlijk niet? Weet ik eigenlijk nog steeds niet. Ik weet ook niet precies waarom. Oké, okay, dat was gewoon slecht. Nou, ik ga even kijken wat de andere was. Ik wil niet al te lang blijven hangen eigenlijk op één van de bepaalde levels. Oké, okay. Oh, dat was dat stukje daarachter. Dan moet je echt heel precies tussendoor gaan springen. Ik kan het een paar keer proberen. Nu we voor eigen tijd gaan proberen. Want één van die drie levels die moeten mij gaan lukken. Ik dacht die eerste nog. Ja, ik weet niet welke het makkelijkste is. Dark World telt niet mee. The Flute. Dus deze dat toch nog wel echt het makkelijkste is eigenlijk. Alleen hier word je achterna gezeten. Door een berg zout. Hier wordt toch echt enorm salty van. Eigenlijk wil je hier gewoon niet wachten. Eigenlijk het enige wat je wil is dit. Nee, ik had hem. Nou niet falen. Dat was dus precies wat ik dus eigenlijk wilde zeggen. Precies wat er niet moest gebeuren. Nog. Wat is dit voor bullshit? Not I can. Deze shit. Wat is dit voor shit? Waarom gaat het mis? Flop, misboost. Maar is het echt gewoon zo'n game, dan moet je alles in één keer goed gaan triggeren, anders haal je hem niet. Dit level. Nope. Not yet. Not yet done. Ja. Nog veel meer dan dat. Holy shit. Dit level wel iets korter was. But nope. Okay, jump. Jump. Nope, that is also not. Nope. Jump. Nee, what do I? Echt zo'n perfecte slow-mo beeld. Van no. Als ik het level serieus gewoon gehaald. Oké, okay, dan sprong ik gewoon vol eroverheen. Nope. That's also not what I needed. Also not. Almost. Echt als ik een volgende stukje maar haal. Dus dat stuk eigenlijk. Dit stuk heeft echt het meeste haast. Puur omdat dat beestje dus aligned moet zijn met mijn sprong. Als dat beestje dus niet aligned is, dan kan het in principe dus al niet meer. Nee. Daar moet je dus echt in één. Moet je wel tempo houden. Dus het hoeft niet speciaal in één keer.
Maar tempo moet er dus wel in blijven. Dat is misschien iets te veel tempo. Dat is ook iets te veel tempo. Zucht. Waarom lukt dit nou niet? Ik begon hier echt met frisse moed aan. Wisten jullie dat? Zo van... Ja, super Meat Boy. Super veel zin in. But not yet anymore. Komt niet alleen door dit level. Maar wel een heel groot gedeelte. We hebben het nu perfectly aligned. Dat monster was ik vergeten. Dat monster. Goed genederlands. Echt mijn goedste vak ooit. Zucht. Ik heb een kriebel aan mijn neus. Ik heb er wel tijd voor. Zuppa. Hoeveel monitoren kan ik eigenlijk betalen? Volgens mij niet zo heel veel. Elke keer bij een nieuwe aflevering Super Meat Boy een nieuwe controle plus de monitor moet halen. Dat wordt het naar einde. Wordt failliet. Flat. Jump. Oh. Dat is rip. Dat is flat. Beam. Nope. Floep. Got him. We kijken hoeveel bases, hoeveel van die Meat Boys ik hier gedestroyed heb gewoon. Ik ben echt maar een paar keer hierachter geweest. 3 keer. Oké, deze gaan we overslaan. Switch character doen we niet. Exit to map, oké. Die slaan we over. The Kingdom. Oh my god, deze chaos. Waar moet ik daar naartoe eigenlijk? Waar moest ik daar naartoe dan? Hè? Waar moet ik naartoe? Nee, dus dat is dus helemaal niks daarachter. Gaat twee jasses. Oh, wacht daar. Het valt soms helemaal niet eens op. Dan. Ik gewoon één exploring die kant op. Waar zit die sleutel? Oh, daar in het midden. Is dit weer zo'n leveltje wat van... Zullen we het toch maar even laten skippen? Nee dus. Kan ik me ook zo pakken überhaupt? Ja, dat kan. Dus het is mogelijk. Alleen die tandwieletjes. Die zijn iets te naaiend geplaatst. Ik heb ook echt die concentratie, jongen.
moet echt vanaf deze kant. Ik probeer er doorheen te stuiteren. Gadverjasses. Gadverjasses. Was dat gewoon echt bijna serieus? Even kijken, dan moet ik echt letterlijk aan die kant even zien blijven te hangen eigenlijk. Are you freaking kidding me? Oké, dan moet ik dus tussen rond zien blijven zweven. Hey! Precies dat dus doe. Precies moeten kunnen pakken. Maar ik kan ook gewoon hier tussen blijven hangen. Dan moet ik niet te ver in de zijkant gaan blijven komen. Zo. En dan. Nee! Screw me! Flop. Eigenlijk is het level op zich best wel makkelijk. Alleen door die tandwieletjes wordt het op zich moeilijk. Dus op het hoogste. Dus dat ik dus omhoog ga, zou ik dus ook terug moeten. En als je te hard gaat, dan doen die dingen dus niet. Oké, okay. Dat is interesting om te weten. Uno. Dos. No! Kan ik hier makkelijk blijven hangen? Ja, dat kan. Alleen het lijkt makkelijker dan het eigenlijk is. Ja, nee. Serieus, bijna. Oké, die concentratie, jongen. Maar in principe ga ik de volgende aflevering voortzetten. Dus laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.